en heren, goedenavond. We zijn hier live vanuit Amsterdam, Villa Dinerdok aan het IJ met een hele speciale uitzending. En natuurlijk helemaal in het teken van SAIL 2005. De muziek is speciaal gecomponeerd voor SAIL door DJ Armin van Buren. Armin, we hadden Junkie XL bij het WK, DJ Tiësto bij de Olympische Spelen. Weer een groot evenement, weer een Nederlandse DJ. Is dat een trend? Dit speciale nummer, waardoor is dat geïnspireerd? Dat heb ik samen met Jan. Nou, we praten straks nog even verder. Ik praat straks ook met de wethouder van Amsterdam Economische Zaken, Letitia Griffit. En met Nico Wijnholst, die alles weet van de scheepvaart in Nederland. Maar eerst gaan we natuurlijk kijken wat er gebeurd is vandaag. 600 grote schepen en kleine schepen die van IJmuiden naar Amsterdam gingen. Wie meer weet van al die grote en kleine boten, dat is Joke Wittenberg. Zij is operationeel directeur van SAIL. En als het goed is, dan zit ze ergens achter mij, samen met Jelle Visser, in een bootje. Dankjewel Jelle. En meneer Wijnholst, daar ga ik mee praten, hij is een scheepvaartdeskundige. En met mevrouw Griffit. Ziet u dan waar Nederland op maritiem gebied voor stond of nu voor staat? We zien het ook tot uitdrukking komen bij jongeren. We hebben een enorme toestroom van... Mevrouw Griffit, heeft u zeebenen eigenlijk? Nee, heel het water zetten. Dus u bent vandaag ook nog niet op het water geweest? Jawel, ik ben geweest, want ik heb natuurlijk de SAIL 1 meegemaakt en zat op de klipper. U bent hoogleraar in onder andere Londen en Kopenhagen. Zijn ze in dergelijke steden jaloers op een evenement als dit? Jaloers naar gekeken. Dat zou kunnen. Zeker verder over de rol van Nederland als maritiem land. Maar het was spannend de afgelopen week, want het weer leek niet mee te zitten. De vuilnis werd niet opgehaald. De treinen ontspoorden. En er werd vooral ook veel gesproken over veiligheid. En burgemeester Cohen van Amsterdam zei het vorige week nog. Amsterdam houdt rekening met een mogelijke terroristische aanslag. En dat betekent veel politie en veel bijzondere veiligheidsmaatregelen. Hier zijn niet bang, maar goed, dat zijn ook de mensen die gekomen zijn. We gingen iets verder weg vragen en daar waren er wel mensen die zeiden, Amsterdammers die in de buurt woonden, zeiden, nou, ik ga toch niet kijken, ik ben te bang. Wat dacht u vanochtend toen u wakker werd? Dat wordt hartstikke leuk vandaag, of het is toch wel spannend? Dus ik ben er nog blij dat er wel maatregelen zijn genomen. Ook maatregelen die genomen worden bij allerlei evenementen. Dat is goed. Het is goed dat je voorbereid bent. Maar ik denk dat het ook heel goed is dat mensen beseffen dat er geen concrete aanwijzingen... Meester Cohen had het vorige week over een substantiële dreiging. Wat bedoelt u dan met het woord substantieel? Substantieel. We moeten natuurlijk niet gek zijn. Maar we moeten ons niet gek laten maken. En als... Gesproken in de gemeenteraad van Amsterdam naar aanleiding van de aanslagen in Londen en Sharm el-Sheikh. Laten we het afblazen. De deur uitgaan en gelukkig zijn Amsterdammers en Nederlanders en al die 400.000. Ze wees zelf waakzaam. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Waar moet ik waakzaam op zijn en wanneer moet ik een alarmnummer bellen? Van de organisatie zelf daarop wijzen. Van goh, ik zie hier een tas liggen. Misschien heeft iemand hem laten liggen. Kan het over SAIL hierover dat mensen moeten... Hoe gaat dat gebeuren? Nou ja, dat... Als de Rijksoverheid dit al lang gedaan had, dat mensen daar al van op de hoogte waren geweest. Nou ja, het moet natuurlijk wel, als je als land nationaal wil dat mensen alert zijn, dan moet je mensen ook... Onderwerp, want SAIL is bekend natuurlijk vooral van die fantastische grote boten die hier voorbij varen. Maar het gaat ook over kleine boten. En het gaat ook over oude boten, niet alleen over nieuwe boten. Zo ook de boot van Kees en Marijke Dekker. Zij hebben namelijk een botter uit 1910. En die hebben ze helemaal opgeknapt de afgelopen 20 jaar, zodat hij helemaal weer in zijn eigen originele staat is. Die moderne boten, dat vinden ze maar niks. Dus bij scheepswerf Amels in Vlissingen bouwen ze 2 jachten per jaar. Dan zou je zeggen, ja, wat is dat nou, 2 jachten per jaar? Maar dan heb je ook wat. Het begint met een prijs van 30 miljoen euro. En we hebben het hier niet over zomaar jachten, maar over de Rolls-Royce onder de jachten. Over de speeltjes voor een Donald Trump of een Saoedische sheik. Die zegt, ja, als Nederland niet subsidieert en de buurlanden doen dat wel, dan raken we hopeloos achterop. Bent u dat met hem eens? Dat er iets af je achterdeurtjes gebeurt. Binnen Europa zijn er heel duidelijke... Dan spelen dezelfde problemen als hier, maar waarom is dat daar dan geen probleem? Dat in deze sector wel, dat de overheid het allemaal subsidieert, terwijl het in heel veel andere sectoren niet mag vanwege de mededinging. Maatregelen nemen, dus dat is collectief besloten. Ja. Er worden veel grote schepen gebouwd, maar het gaat om in de scheepvaart om ongeveer 10.000 banen. Dat is toch nog niet zo heel groot als sector dan? Nee, maar even, die bestellen schepen... maritieme equipment, uitrusting bij Nederlandse toeleveranciers. En zo... U minister van Economische Zaken was? Nou, iets heel anders doen ze het ook. Dat is het makkelijkste. Ja. Mevrouw Griffit, u bent geen minister, maar wel wethouder Economische Zaken in Amsterdam. U heeft wel geïnvesteerd? Ja. Alleen in SAIL. U heeft ook 128 miljoen geïnvesteerd in een containerhaven. Ah! Dat heb je met live uitgezet.
uitzendingen. Geen Ajax Feyenoord syndroom meer. Nee, daar wil ik ook niet meer over spreken. Zo gedraagt de havens in de omgeving van Amsterdam, de haven IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad, Amsterdam. Zou dat niet veel beter één grote haven kunnen worden? Nee, want je moet natuurlijk wel in elk geval goederen Europa binnen kunnen komen. Dan heb je denk ik al heel veel gewonnen. Is dat zo? Is die samenwerking goed genoeg tussen die vier havens? Er is heel veel gebeurd en dat vind ik heel erg goed, terecht. Ik denk dat er heel veel lokale initiatieven. We gaan eerst even weer naar collega Jelle Visser. En als het goed is, dan staat hij nu naast kapitein Brandjes van de stad Amsterdam. Ja, dankjewel. Dat was toch wel een beetje sneu, toch? Als je dan vastzit in zo'n gaafvaart. Ja, absoluut. Oh, ja, ja, ja. Nou, u zegt er moet eigenlijk 30 miljoen euro geïnvesteerd worden in deze sector. Wat zegt de minister daarvan als hij u dat hoort zeggen? Dat is toch een beetje zorgelijk voor de toekomst. Tuurlijk. Het is geen... Morgen in 2010 is er gewoon weer een sale, denkt u? Dankelijk voor uw komst. Voordat wij gaan afsluiten, ga ik nog even naar DJ Armin van Buren. Ze daaraan meedoen? Ja, dat is vandaag. Ik stel voor dat je nog even wat draait. Het is een, je vertelde me net voor de uitzending, een oud Engelse hymne die je verwerkt hebt tot een soort dance nummer. Dat is deze. Speciaal voor Sil. Jij mag het zo gaan draaien. Ik ga vast afsluiten en dan gaan we nog genieten van wat mooie plaatjes. Dankjewel. En morgenavond is natuurlijk gewoon weer een reguliere uitzending van 2 Vandaag vanuit de studio in Hilversum. Ik dank u wel voor het kijken en ik wens u nog een prettige avond.